De Ibiza blouse in het zwart. Dit is een hele fijne viscose blouse met hele mooie kantjes er doorheen. En daar zit een... wat is het? Het is geen goud, het is geen zilverfleur, hè? Het lijkt al een beetje bronskleur of zo. Ja. Ik denk dat je het bij allebei kan combineren. Als je zilver of gouden schoentjes of tasjes of sieraden hebt, dan zal het kleuren naar wat je aan hebt, denk ik. Het is viscose, dat draagt lekker, dat valt ook soepel. 1 maat. Ik heb maat 38. En ik ben 1,72 meter. En wij denken dat hij makkelijk tot 42 kan. En eigenlijk wel 44. Dat gaan we morgen nog even uittesten. Voor de zekerheid. Voor op te sturen houden we nu eventjes maat 42 aan. En als het 44 is, zetten we het in de beschrijving erbij. En anders kun je het beste komen passen als je maat 44 hebt. Ik heb hem gecombineerd met een leatherlook push-up broek. En dit is een matte leatherlook. En dat vind ik juist altijd wel mooi, dat het niet te glanzend is. Dit is de Noortje push-up leatherlook mat. Een push-up broek, ja, daar zit geen vulling of zo in. Maar die hebben de naden rondlopen, waardoor de billen optisch iets ronder lijken. Nu heb ik zelf van mezelf al ronde billen, dus ik heb dat niet per se nodig. Maar wij zien in de winkel wel, als iemand platte billen heeft, dat het net wat ronder lijkt. En ze zitten sowieso heel fijn. Het is een soepele leatherlook, heel veel stretch erin. Met wassen zou ik dat binnenste buiten op 30 graden zonder wasverzachter doen. Ik weet niet waarom dat die wasverzachter er niet bij mag, maar ik heb dat ooit gehoord. Maar ze kunnen best wel wat hebben. Qua lengte, ik ben 1,72 meter. Ik heb hem nu 2 keer omgeslagen. Ik doe hem even naar beneden. En dan zie je dat het ook meteen best wel een lang model is. Dus ook heel geschikt voor mensen met wat langere benen. 49,95 zijn ze. Ik heb hem gewoon op maat gepakt. Bij twijfel tussen 2 maten zou je de kleinste moeten pakken. Ik vind zelf gewoon op maat het fijnst. Maar ik hou er ook niet van als een broek bij mij te strak zit. 49,95 zijn ze. En ze gaan van maat 36 tot en met 44. Dan hebben we de nieuwe loafertjes binnen. Een goudkleurig loafertje. En heel fijn. Ik ga er heel even uit doen. Kan ik het wat beter laten zien. Er zit best een zacht binnenzooltje in. Alsof er een klein beetje van de foam in zit. En het zooltje hieronder is van rubber. Dus dat geeft ook nog wat mee. Dat is niet zo'n hard klepperschoentje, zeg maar, waar je pijn van in je voeten krijgt. Tot nu toe, de maat valt normaal. Iedereen pakt de maat die ze normaal ook hebben. Bij twijfel tussen 2 maten zou je de kleinste kunnen pakken. Want ze vallen, anders gaan ze uitsloeven, zeg maar. Dat hebben we ook alweer allemaal uitgeprobeerd. Bij twijfel tussen 2 maten de kleinste maat pakken. 34,95 en dat is voor zo'n schoentje echt heel weinig. Het is eco-ladder. Dat is heel makkelijk in onderhoud, maar ook heel sterk. En het loopt heel snel in, zonder pijnlijke voeten te krijgen. Een tip is om, als je nieuwe schoenen hebt, eerst even met een pantykousje aan in te lopen. Dan gaat hij heel snel naar je voet zitten. En dan schuift dat een klein beetje en gaat zeker geen pijn doen. 34,95 en je kan het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.